allemaal, ik ga vandaag winkelen bij Lola en Lisa en ik neem jullie mee. Het is de bedoeling vandaag dat ik 3 outfits shop. Casual chic with standing out, class with sass en rock girl. Op het einde ga ik een outfit kiezen waar ik in mij het beste voel. Benieuwd wat dat gaat zijn? Follow me! Ik kan niet kiezen, er zijn zoveel leuke dingen. Het is roze, dat moet ik gewoon hebben. Ik denk dat het tijd is om te passen. Casual chic with standing out. De echte casual chic with standing out. Voor het thema casual chic with standing out heb ik gekozen voor een opvallende broek met strepen. Dit is dan ook de standing out van het thema. Dit heb ik gecombineerd met een zwart truitje met steentjes erop. Afgewerkt met een lange witte jas en zwarte schoenen. Zo komen de wit-zwarte kleuren telkens terug. Bij het thema Rock Girl heb ik gekozen voor een rood geruit rokje met een zilveren rits erin, gecombineerd met een zwart leren jasje die ook zilveren ritsen heeft. Hieronder draag ik een witte blouseje om de kleuren te verzachten. Mijn schoenen zijn uiteraard ook zwart met alweer een paar zilveren details. De volgende outfit is Class with Sass. Voor het classy gedeelte heb ik gekozen voor een iets klassiekere blouse en klassiekere hakken, gecombineerd met een bruin rokje met een ronde riem. Om het sassy gedeelte toch ook naar boven te halen, heb ik gekozen voor enerzijds een rok, maar ook voor een tasje met luipaardprint. Na het passen van al deze outfits, vind ik dat deze outfit het best bij mij past. Voilà, dit was mijn shopping experience bij Lola en Lisa. Ik heb uiteindelijk voor deze outfit gekozen, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd welke outfit jullie zouden kiezen. Dus laat zeker een reactie achter hieronder met jullie keuze erin. Als jullie nog meer fashion met mij willen ontdekken, abonneer je dan zeker op mijn YouTube-kanaal of volg me op Instagram. Alsjeblieft, en een fijne dag nog, hè.